Maar ik ben helemaal niet kinky. Nee? Nee, ik ben helemaal niet kinky. Nee? Ik ben een beetje saai. Hm. Ik zou je wat vertellen. Ik denk dat het onze YouTube-kanaal wordt. Maar ik zat er ooit in een bad met een meisje. En die stond op en die piste me zo in mijn gezicht. En joh, dat prikt in mijn ogen. Ik zei... Leuk. Ja. Ja, Jumbo had in het bijzonder gevraagd of niemand dat meer wou draaien. Dus oh, draai zet maar aan. Ja, hè? Ja, vind ik leuk. De hoofdspenser van supporters. Hoofdspenser. Spaar nu bij Jumbo. Hoofdspenser. Dat was toch een zeik over? Ja. Wat was er nou mee? Om die bouwvakkers, hè? Hè, omdat ze daar bouwvakkers feestelijk de Polonaise laten lopen, dan zijn er zoveel overleden in Qatar. Bij het bouwen van het stadion. Maar dat waren toch helemaal geen Nederlandse bouwvakkers? Nee, dat waren Nepalezen. Ja, dus wat, ik zie het probleem niet helemaal. Nee, ja, maar veel anderen zagen het probleem, want er was niet respectvol vanuit de misstand, vanuit Qatar. Dat... Nee, maar even zien. Ik las dat die reclame weg is gehaald. Maar ik lees bijna geen nieuws meer, want ik word er zo chagrijnig van. En toen dacht ik, dat zal wel. Maar dat kwam doordat hier bouwvakkers in de Polonaise liepen. Ja. En dat mag niet. Omdat de bouwvakkers in Qatar zijn overleden. Waar we het WK gespeeld, het gaat over het WK. Maar dit gaat toch over dat Nederlandse bouwvakkers heel blij zijn met de Jumbo? Ja, daar gaat het over, ja. Maar wat heeft het dan geen ene fuck te maken met bouwvakkers in Qatar? Nee, maar die kunnen helemaal niet naar de Jumbo. Nee, die zijn en dood. En Nepalezen, die mogen niet eens naar de Jumbo. Want? Hè? Want? Ja, die mogen daar niks, dat zijn slaven. Ja, nee, ja, daar zit het punt in. Nou ja, goed, daar was het op en voor. Nou, ik vind het overdreven gezeik, mag ik dat even zeggen? Ja, ja. Daar sta je stevig in. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, feestelijke dag. Wij zitten in onze nieuwe studio. Ja, en nu denkt u natuurlijk, daar zie ik niks van. Dat klopt. Hier heeft u een sfeerimpressie. Wat? Ja, die laat ik dan zien, zo'n sfeerimpressie hier aan de achterkant. Waarom? Ja, gewoon hebben de mensen een indruk van... Ja. Hoe luxe het hier aangekleed is. Ja, we zijn van de rukbunker Talmere verhuisd naar een geheime locatie. Ja. Heeft alles te maken met, toch wel Charlie Luske. Nee, ik moest gewoon die woning uit. Ja, je moest die woning uit. Ik probeer het wat chiquer te maken. Ah ja, zo. We zitten nu toch gewoon in een pauperhok in Amersfoort. Ja. Dus... Van Almere naar Amersfoort, maar... Nou, leuk. Ja, in ieder geval, we hebben... het is heel warm. En het is minder gezellig dan bij jou thuis. Ja. Ik miste de rukbunker een beetje. Ja, nee, ja. Maar goed, wel blij dat we iets hebben gevonden. Ja, nee, ja, precies. Dus vanaf nu doen we het hier. Maakt voor u weinig verschil, voor ons wel. We hebben een feestelijke opening en de tribune zit vol. Ja, leuke, hele leuke mensen allemaal. Allemaal vrienden van Dennis. Ja. Waarom neem jij eigenlijk nooit mensen mee? Ik schaam een beetje voor dit hele gebeuren. Ja, maar het zou leuk om mensen mee te nemen. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Nou, nee? Nee. Goed, Jan... Je hebt heel goed nieuws. Ja, ik heb... Jij wilt direct met het grootste nieuws van de dag beginnen. Ja, maar ik heb niet alleen goed nieuws. Ja, nee, ja, gooi hem maar in. Je hebt een scoop. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, roddelpraatvrienden. Ik heb een scoop en het gaat over mezelf, me, Marcel van Aai. Ik heb de rechtszaak gewonnen van Twitter. Ja. Nee, maar wacht even. Woke, hè? Die had besloten dat Jantje Roos van Twitter moest, omdat ik zei... Ik wens mensen heel veel plezier met het kijken naar homo's. Bij de kennelpreet. Ja, jij had ook iemand doorgewenst, maar dat zien we dan. Ja, dat is iets anders. Ja, nee, dat ik zei, ik wenste diegene niet dood. Ik zeg, ga eens dood. Ja. Dat is meer een soort bevel. Ja. Wat overigens niet is opgevolgd. Vervelend. Enfin. Maar Twitter heeft gezegd, dat hadden we nooit mogen doen. Ik ben echt serieus de grootste twitteraar van Nederland die er ooit is afgeflikkerd. En ik ben nu de enige twitteraar in Nederland die excuses krijgt van Twitter en weer terugkomt. Dus ik kan binnenkort weer lekker zure, boze tweets sturen. Dus dat is eigenlijk topnieuws. Nee, dit is fantastisch nieuws. Het is een toppie. Ik kan lekker twitteren naar mijn moppie.
Maar luister nou, dus ik mag weer twitteren. Nou, niemand heeft dat ooit voor elkaar gekregen. Ja. Nu zeg jij, maar dat zeg je niet, maar nu zou je kunnen zeggen... Proficiat? Nee, dat kan je zeggen, dat komt door Elon Musk. Ja, nou ja, dat... Nee, want voordat hij de tent over had genomen, hebben ze al gezegd... Ik geloof dat dit niet goed is gegaan. Dit is niet zorgvuldig gegaan. Want wij zeiden namelijk, ik en mijn juridische team... Dat is niet... Johan Pieters? Nee, het is niet Johan Pieters. Arie Brink? Nee, die niet. Mijn eigen. Arie is overigens heel boos. Echt? Over de vorige uitzetting, ja. Waarom? Arie dreigt ook om uit het juridisch team te stappen. Ja, omdat jij Arie had weggezet als, nou ja, goed... Nou, Arie, dan zouden we je toch op. Nee, 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 wat? We hebben geen alternatief. Nee, maar dan moet Johan Pieters toch iemand anders voor hem vinden. Ja, ja, maar als die ook weer wordt beledigd. Arie was het crème de la crème in... Whatever. Mijn juridische team wil ik van harte danken. Simon, bedankt. Nu blijkt dus, jij moet je even opletten, dat als jij eraf wordt geflikkerd door Twitter, zit een of andere, weet ik, van non-binaire dikke walvis met blauw haar en overal oorbellen. Die zegt op een gegeven moment, nou, die vind ik niet leuk. En dan ga je eruit. Nou, als jij dan dus dat niet leuk vindt en je gaat dus bezwaar bezwaarschrift schrijf je dan. Dat wordt niet gelezen. Ja. Je krijgt een automatische afwijzing, continu. Ja. Dus dat betekent dus dat je dus niet... Ja. Nee. Nee. Ja, dan kan je dus niet in beroep. Je kan wel in beroep, maar je krijgt dus van een automaat krijgen terug. Van je mag er gewoon niet op. Net was het nog iemand met twee oorbellen. Nee, die... Godverdomme. Die besluit dat je er niet meer op mag. Ja. Maar waar het om gaat is dus dat je wordt onrechtmatig afgeflikkerd. En als je daarover in beroep wil gaan, dat doet er niet toe, want dat lezen ze niet. Dus je krijgt gewoon een automatisch berichtje. Nee, je mag niet terug. Nee. En nu dus wel. Ja. Maar dan moest ik dus wel een advocaat opzetten, heeft me geld gekost. Vrijheid van meningsuiting, dames en heren, jongens en meisjes, 2022, kost geld. Ja, nou, weet je dat ook wil weer. Je dan nog wat zeggen tegen die vrouw met blauw haar, twee oorbellen en een neuspiercing? Knoop jezelf op. Ja, nee, ja. Ja, nee, ja, dat zijn... Nee hoor, nee, dat hoeft helemaal niet hoor. Die kroopt zich vanzelf wel op. Ja? Ja, dat hoef ik maar niet. Maar ik ben in ieder geval weer blij dat er toch weer iemand uit jouw familie op Twitter is. Want jouw nichtje, Saskia, hè, die was er ook al af. Maar die was zelf eraf gegaan. Oh ja, want dat was weer iemand... Ja, want dat was een open riool. Ja. Dat je dat al terugkomt. Ja. Ja. Nou, ja. Ja, en het grootste rioolmonster is weer terug vanuit haar ogen. Yes! En, maar Saskia heeft een nieuwe film nu in de bioscoop. Stromboli. Ik ben er geweest. Leuke film. Ja, wil ik toch gezegd hebben. Mooi man. Wil ik toch gezegd hebben, was echt een hele leuke film. Luister, zij heeft een lintje van de koning gekregen, omdat ze mensen zoals jij, laten we zeggen, licht tot zwaar analfabeten, aan het lezen krijgt en ook weer terug naar de bioscoop. Ja. En dat is knap. Ja. Een soort kroop in je zakdoek voor volwassenen. Zonder een dikke tong. Ja, toch mooi? Ja, 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 ja. Nee, hartstikke leuk. Maar dan hebben we nog meer groot nieuws. Oh nee, toch nog meer groot nieuws. En dan mag je er weer in gooien. Ja, maar ik heb gezeik over die jingle, die scoop jingle. Ja, los ik wel op. Dan moet jij nee, maar dat los je niet op. Ik krijg wel dat mailtjes of je daarmee op wil houden. Dan moet je maar wat harder schreeuwen. Ik doe toch mijn best. Oké, toe maar. En ik ga niet heel wat schreeuwen in onze nieuwe locatie, want straks hebben we gezeik met de buren. Toe maar. Scoo-wee-wee-wee. Vind je dat leuk? Nou, niet echt. Scoo-wee-wee-wee. 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 Ja. Ik kan het niet meer. Scoop! Scoop! Hartstikke bedankt. Mooi, hè? Oh. Mooie aankondiging. Oh, ik tikte even de 42 graden aan. Zeg, godsamme, kraken. Ja. Ga door. Ja. Weer een scoop. Weer een scoop. Vertel. Een scoop. Want we hebben bericht van onze vrienden van YouTube. Ach, jezus. Gaat het alleen maar over ons? Dit wordt een meta-uitzending. Wat is dat? Hè? Wat is dat dan? Wat? Meta. Dat het alleen maar over jezelf gaat. Ah, oké. Okay. Nee, ja, YouTube, ineens kwam er weer een bericht vrij. Beste roddelpraat, jullie voldoen aan alle eisen. Jullie kunnen weer advertenties krijgen bij jullie content. Vraag het dan hieraan. Hoppende poppende pop. Dames en heren, jongens en meisjes, lieve roddelpraatkijkers. Ja, wij vragen jullie onze steunen via BackMe. Mede omdat die tyfuslijn... Nee, dat moet ik niet zo zeggen. Dat is nou niet... ja, ja. Ah, ja. Die niet zo hele aardige, vriendelijke mensen bij YouTube... hebben gezegd dat wij geen centje kunnen verdienen met onze content. Want dan zouden we echt... Dan zouden we 100.000 euro's krijgen, denk ik, per jaar. Ja. Vanwege de... Nou, 100.000 euro. Nou ja, we hebben toch heel veel kijkers. Ja, oké. Maar goed, we staan uit. Ja. Want wij zijn niet leuk, we zijn niet lief, we zijn niet woke, we zijn niet... Nou, ik wou zeggen, we zijn niet gay. Nou,
daar zijn de meningen nogal over verdeeld, hè, Annie? Maar gaat hij over? Wij mogen dus geen centjes verdienen. En toen kreeg Dennis dus het bericht. Ik kreeg dus een bericht van YouTube. We konden weer een aanvraag doen. Dus ik denk, nou ja, dat is een kans voor open doel. Kan ik eindelijk die BMW verlengde 3-serie eruit gooien? Ik denk, we zijn uit de financiële zorg. Kan ik eindelijk dat lelijke stinken huurappartement opzeggen? De toekomst van Roddelpraat is verzekerd. En toen, nou, dus ik vraag het aan. Dat duurde lang. Nou? En toen kreeg ik een mail. Je kanaal is niet geaccepteerd voor het genereren van inkomsten. Schadelijk of haatzaaiende content. Content die opruiend en denigrerend is of die aanzet tot geweld of haat. Met name op basis van beschermde kenmerken. Wel vreemd dat ze ons dan weer openzetten. Ja. En de vraag is, aanzet tot haat of geweld met name op basis van beschermde kenmerken. Dennis, wat zijn dan beschermende kenmerken? Ja, die zijn niet neergezet, ja. Nee, maar denigrerend, opruiend, aanzetten tot geweld of haat. Met name op basis van beschermde kenmerken. Ja. Wat beschermde kenmerken dan? Ja, dat is mij ook onduidelijk. Dit is wat ik terugkrijg. Dus het is van, wil je weer geld verdienen? Ja, mag niet. Nou. Dus het wordt gevraagd? Nee, mag niet. Ook duidelijk. Dat betekent wel dat we nog steeds ridder te voet zijn. Want die honden, dat zijn het, van YouTube, die heeft ons een kluif voor de bek gehouden. En op het moment dat we wilden likken, dat we aan het bordje wilden... Dat we een hapje wilden nemen, zeiden ze, hup, weg het bordje. En wij hebben nog steeds honger. Maar wil je dat veranderen? Roddelpraat met Bekbibberdorg. Roddelpraat met Bekbibberdorg. Ja, dat is wel een reclamepraatje. Bedankt. Nee, dat ging even niet goed. Nee, ik zie tegenwoordig aan het bier. Dat had ik niet moeten doen. Nee. Roddelpraat.backbeep.org. 5 euro's per maand. Maar het is toch eigenlijk een heel raar bericht. Van, wil je het weer, dat mag. En dan zetten we ineens aan tot geweld. Ja. Dat vind ik nogal wat, dat je dat zegt. Jullie zetten aan tot geweld. En ik vraag me ook wie er in elkaar is geslagen door ons. Ja, niemand. Nee, doe maar. Nee. Oh. Nee, ik hou niet van geweld. Love, peace, rap. Godverdomme. Ja, dat krijg je als je aanzet tot geweld. Al was het geen ambulance. Ja, dat was ambulance. Zitten we dus in onze nieuwe locatie. Ja. Het is niet helemaal geluidsdicht. Nee. Ja, jammer. Nou ja, nou ja, goed. In ieder geval, leuk. Gaan we nu echt door naar de uitzending. Leuk! En dan gaan we naar Waylon. Want er was natuurlijk veel ophef nadat Waylon was vreemd gegaan. Ja. Nou ja. 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 Nou ja. Ja. Was er veel ophef over? Ja, nou ja, dat stond overal. Ja, dat wel waar. Maar ik vind, ja... Hij is een rockster. Ja. Een rockster. En die praat ook een beetje zo, rockster. Ja. En de rockster, die had een vrouw. Ja. En die vrouw had een kindje gekregen. Bibi. Bibi. Ja, en dan... Ja, dan snap ik wel dat je... niet? Ja, nee, ja. Ja. Enfin, hij was vreemd gegaan. Daar was gedoe over. Ga door. Ja. Nou ja, goed. En het duurde maar heel lang voordat hij zijn verhaal deed. Hij heeft nu eindelijk zijn verhaal gedaan. Ja, bij... hoe heet dat? Die meter... Raven van Dorst. Ja. Ja? Nee, ja. Ja, wat wil je daar verder over zeggen dan? Nou, kijk. Die Raven van de Dorst. Dat is dan nu... Wat is dat nu? Hermafrodiet. En Hermafrodiet was het natuurlijk al. Maar, dat is nu... maar die is nu een soort van... zo'n plek geworden waar je dan je probleempje kan bespreken. Zonder kritische vragen. Zonder echt kritische vragen. En zij begrijpt het ook allemaal wel. Want zij heeft natuurlijk zelf ook een hele lijst met problemen. Dus als jij dus je probleempje voor het publiek goed wil praten. Dan ga je naar Raven. Ja. En dan vraag ik me af waarom wij dan nooit uitgenodigd als ik heel eerlijk ben. Nee, ja, omdat het van BNN Vara is. Oeh. Ja, nee. Dat nee, maar Waylon die was daar. En, ik ben wel overigens nu door Bien en Vara hebben. Ik ben uitgenodigd einde dit jaar voor de kennistest van Bien en Vara. Je hebt nee gezegd. Ga ik heen? Nee, en, alsjeblieft. Jawel. Zeg nee. Jawel, ik ben gevraagd. Vind dat leuk. Dennis, je hebt geen kennis. Je bent een van de meest achterlijke mensen die ik in mijn leven bemoed. Nou, toch dat is toch ik zo. Ik ga mij daarmee gelijk halen. Je wel gelijk ga je halen. En het gaat over actualiteit, over het jaar, maar algemene kennis. Doe het nou niet. Je kan ook nee. Je kan ook nee zeggen. Ik zit daar gewoon bij. Klaar. Goed, we gaan naar het verhaal van Waylon. Nou, leuk. Komt-ie. Fuck it. Door het leven, door wat dan ook, door... Weet ik veel wat. Zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen... die ervoor gezorgd hebben dat beneden gauw niet meer lekker werkte? Je nul. Ja, precies dat. Weet je wel? Ja. Weet je hoe fucked up dat is? Ja, dat is wel een mannending. Is geen excuus, verre van...
Maar is wel het demon waar ik het over had. Ik ben gewoon een tyfuslul geweest die een ongelooflijke stomme fout heeft gemaakt. Die een probleem wat hij had is gaan oplossen met iets wat nog veel grotere problemen heeft veroorzaakt. Vanuit een soort onzekerheid of vanuit zo? Paniek. Paniek, hè? Ja. Verder had ik niks. Ik had niks om aan jezelf te bewijzen dat het nog kon? Of het, hoe moet ik dat van voor me zien? Op zoek gaan naar datgene wat het prikkelt. En het is ook heel heftig om als man te ervaren. Nou, hey, fuck. Mijn shit werkt niet, man. What the fuck is er aan de hand? Ja, nou ja, laten we het maar dan ook meta doen. Ja. Meta. Je weet nu wat dat betekent? Ja. Jij hebt hier ook last van. Wat? Wat is dit nou weer? Nee, dat heb je gezegd. Wat? Nou, dat jij door je medicijngebruik niet snel een erectie krijgt. Ja, dat heb je maar dat was toen. Waar gaat het nou over? Nou, aan mij hoef je niet te vragen. Ik sla deze tafel met het ding van mij door de midden. Ja. Maar jij hebt toch ook last van slappe pikkies? Nee. Nou, vertel eens eventjes, hoe voel dat als man? Dat is heb jij het zelf verteld? Dat is 3 jaar terug. Nou. Toen slikte ik een medicijn. Maar dan weet je toch hoe dat voelt, vriend. Ik weet niet hoe dat voelt. Ik kan met mijn lul, kan ik echt serieus een stuk staal, kan ik gewoon in een vee mappen. Ja. Nou, dat is dan ook misschien de enige reden waarom jouw vriendin bij jou blijft. Maar, er zijn al wel meer redenen, vriend. Ja? Oké. Okay. Maar, ik kan lekker koken. Ja? Ja, ja. Ja, nou ja, hoeveel vrouwen hebben de man thuis die lekker kan koken en die gewoon een stuk staal in de vee kan meppen met zijn lul? Weinig. I know. Daarom zijn er ook veel kapers op de kust. Snap ik ook wel. Ja. Ik heb gewoon veel mee qua dat. Ik kan zeggen, ja, maar je hebt een dikke kop. Dat interesseert die wijven toch niet? Zitten ze toch meer dat ze een lekker bordje eten krijgen? En maar dan luister nou. Bam! Bam! Maar goed. Ja, jij hebt blijkbaar... Dit is een wanvertoning. Nee. Ja, dit is heel seksistisch. Jij hebt last van slappe piemels. Dit heb ik net niet. Als welen, jij zet mij heb in jij gehad. Jij zet mij en dan kan jij toch gewoon daar vertellen... Daar hou ik niet van. Ja, oké, okay, je hebt het wel. 3 jaar geleden. Nu en dan hou ik je bek. Dan vertel ik dat verhaal. Want jij wil alleen maar de mensen nu weg zeggen... Haha, die jongen krijgt geen nee, erectie. Nee, je hebt dat zelf... En heb je zelf verteld. Als ik mijn verhaal wil doen, dan vertel je... Ik sla de tafel door in. Nou, dat is prima. Vertel jouw verhaal. Ja, dat is prima. Hoe is dat als man? 3 jaar geleden. Dat je naar beneden kijkt en je denkt... 3 jaar geleden... Dood vogeltje. 3 jaar geleden slikte ik finasteride. Dat is een medicijn tegen haaruitval. Ja. En dan neem je testosteron af. Ja. Nou, dan gaat het allemaal wat lastiger. Ja. En daarom ben ik daarmee gestopt. Ja. En kostte me toen een vriendin. Maar dit vraag toch helemaal niet. Je vraagt hoe dat voelt als man dat het niet doet. Ja, het probleem is dat je dan juist niks neemt. Dus... Ja, wat moet ik dan zeggen? Dat is toch lullig als je een mooie meid op je ligt te wachten en dat jij... Nou, en ik had toen een mooie meid en die zei op een gegeven moment, of ik of de tablet. Ja. Nou, ik koos voor de tablet. Natuurlijk. Ja. Daar ben je niet zo'n prachtige... Nee. Vrijdag, in ingreep, vrijdag weer de tweede haartransplantatie, Salman Kliniek. Zo'n kliniek. Top. Ja. En die konden mij niet helpen, want ik had te weinig haar. Ja, precies, ja. Gaat het even niet over? Nee. Hoe voelde het... Ik vraag één simpele vraag. We zijn al 10 minuten bezig. Hoe voelde het dat je piemeltje niet meer deed? Dat is een teleurstelling. Dat is een teleurstelling. Nou, is dat nou zo moeilijk om dan te zeggen dat het een teleurstelling maar is? Maar dit is toch een ander verhaal? Hij zei, het werkte niet meer en dan ging ik met een ander naar bed. Ja, jij ging met niemand meer naar bed. Het verhaal is gewoon heel simpel. Hij was die vrouw zat. Hij wou geen seks meer met haar. Toen ging hij met anderen. Weet je wat het eigenlijk is? Weet je wat ik hier nou zo treurig aan vind? Want hij is dit aan... Dit gelooft hij zelf, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen, want ik heb het nu een beetje lullig over jou gesproken. Maar jij hebt het ook gehad. Met je slap. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik heb zo die iPad in 3 stukken. Joh. Veel praatjes. Maar we hebben het net gehad over jouw slap gebeuren. Maar dit ook kunnen verzinnen. Ja? Ja. Dat je denkt, ja, er zit gewoon iets in mijn hoofd en het werkte niet. Dus daarom ging ik een ander wijf neuken. Wat hij eigenlijk zegt... Is die Bibi, ja, daar ben ik gewoon niet geil van. Nee. Dus ja, daar kreeg ik geen harde shaki van. Nee. Dus ik ging naar een lekker wijf, waar ik wel harde shaki van kreeg. Ja. En dat was mijn demon en dat maakte me beter. Dat is toch wat hij zegt? Ja, ja, ja. Dat is wat hij zegt. Ja, dat klopt. Hij zegt gewoon, ik vond die Bibi niet zo geil. Ja. Dus ik ging naar een andere en kijken of dat beter werd. Ja, natuurlijk wordt het beter. Hey Welen, natuurlijk wordt het beter. Ja. Je vrouw is godverdikke net bevallen. Ja. Je kan via het pand achterin kan erin parkeren. Ik ken mensen die hebben het in een huwelijk hetzelfde meegemaakt. Dan gingen ze met een andere vrouw naar hotels. Niet wie? Ja, wie? Nou, wie? Ja, jij? Nee. Ja. Echt? Ze is nog steeds bij je.
onnodig. Ja. Maar waar het om gaat is het volgende. Wedon. Natuurlijk, je vrouw is net bevallen. Klaus Partyhouse daar beneden is totaal afgebrand. I know. Klaus Partyhouse. Ken je dat niet? Nee. Nou, toen was jij nog zaad. Dat was een bowlingclub. Overigens, mooi jongen, daar kon je dus bowlen. Ja. Klaus Partyhouse. En dan konden we onbeperkt sperps vreten. En dat deed ik dan met vrienden, dan waren we gewoon 17. Dat toen al, ja. Toen was ik dus heel slank nog. Oh ja. En dan aten we een dag niet. Dan gingen we daar onbeperkt sperps eten. Tot we de sperps op waren. Ja. Ja, mooi. Mooie tijden. Maar wat heeft dat nou te maken met seks? Dat het Klaus Partyhouse van Bibi is afgebrand omdat hij bevallen is. Ah. Ja, dat ziet er verschrikkelijk uit. Dat is net een broodje rosbief. Weet je. Ja, daar krijg je geen trek van. Dus Welen denkt, ik krijg er geen trek van. Ik wil godverdomme lekker jong wijf. Ja. En nu zegt hij dat het lekkere jonge wijf een medicijn was tegen zijn demon. En dat demoontje was alleen maar getverdemme bibi's uitgerekt en uitgescheurd. Ja. Je hebt een godverdomme de hechting tot in de poepert zitten. Ja. Nou, dat is even wat hij zegt. En dat vind ik vrouwenvriendelijk en onaardig en niet zo erg leuk. Maar aan de andere kant begrijp ik het ook. Ik zeg altijd dingen eromheen. Ik zeg, als je vreemd gaat is één, maar je moet zorgen dat ze er nooit achter komen. En zoals een café-eigenaar altijd tegen mij zei, al lig je de boom op, altijd ontkennen. Ja, behalve dan dat het je zuster was in van de valk. Nee, dat is niet goed gegaan. Nee, dat moet je nooit in van de valk doen, dat soort dingen. Nee, dat klopt. Ik heb sinds kort wel een nieuwe locatie gevonden. Hoe? Heb ik gehoord waar je dat aan kunt doen. Waar? Toiletten van een kroeg. Ja, dat schijnt heel goed te gaan. Ja, dat heb ik gehoord. Afijn. Welon, dus tweeledig. Dit is een slap kut verhaal, maar ik begrijp je best. Ja. 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 Nee, ja, je wordt er toch niet opgewonden van? Nee. Je hebt hetzelfde meegemaakt. Nee, dat heb ik helemaal niet hetzelfde meegemaakt. Nou ja, gelijk soort iets. Wat wil je nou, man? Ik had godverdomme drie kinderen van 5. Ja, toch geen vreemd. Zijn dan toch eens gewoon eerlijk dat jij ook bent vreemd gegaan in jouw relatie? Nooit! Jawel. Was toen al uit. Ja. Ga toch weg, joh. Je had het hele gezin ontwricht. Verschrikkelijk. Wat dat betreft. Dit is gewoon niet leuk. Nee. Omdat het onwaar is. Oké. Okay. Hier worden mijn kinderen mee geconfronteerd met die praatjes. Ja. En daar heb ik geen zin in. En dat is niet leuk. Nee. Jongens, papa ging niet vreemd. Ome Dennis is weer een beetje verslag. Zoals ik het uit heb gelegd. Heeft af en toe moeilijke periodes. En dan zit hij aan de pammetjes. En dan krijgen we dit soort gouden hoer. Of dan krijgt hij een slappe lul. Dat kan ook. Danny. Zo prachtig. Begint het bij jou ook alweer? Bam! Ja. Goed, en ik weet niet of de buren, want we hebben nieuwe buren, of die dit allemaal nog leuk vinden. Maar we gaan door. En dan gaan we naar de kijker. Ja, ook dat nemen we mee naar het roddelpraat.nl. We gaan naar de... Ja, ik had gevraagd om er mee op te houden, maar commence. We gaan nu naar de commence. Commence, ja inderdaad. En een zekere Charlie reageert erop. En Charlie reageert, maar had hij ook verkrachtingsfantasieën? Ja, nou, dat is best aardig, toch? Ja. Nou, het leuke is dat hij dat uit naam van Charlie doet. Maar laten we snel doorgaan. Nee, ja. Ja, die commence, voor mij hoeft het niet. Heb jij die wel eens gehad? Commence? Nee, van die fantasieën. Nee. Maar ik ben helemaal niet kinky. Nee? Nee, ik ben helemaal niet kinky. Nee? Ik ben een beetje saai. Hm. Ik zou je wat vertellen. Ik denk dat het onze YouTube-kanaal kost. Ik zat ooit in een bad met een meisje en die stond op en die piste me zo in mijn gezicht. En dat prikte in mijn ogen. Ik zei, what the fuck? Ik zei, wat ben je nou aan het doen? Dat is toch niet echt gebeurd? Nee, maar dat vond mijn ex-vriend heel dus geil. Dus hij stond op en ze boog zo naar voren net op plaats jou in het gezicht. Wat doe je nou? Ja, in het begin dat zo. We zaten in bad. Ja, hoe doe je dat dan? Dat? Nou, ik zat in bad en ze ging staan en toen piste ze me in mijn oog. Prikken, jongen. Ik had helemaal rode ogen. En ik zei van, hou op. En toen zei ze, ja, dat vond mijn ex-vriend. En zei, ik hou niet van dat soort dingen. Ik hou gewoon niet van dat soort dingen. En wanneer was dat? Oh, heel lang geleden. Tijdens het huwelijk? Net ervoor. Nee, op de vrijgezelle nacht of zo. Nee, tijdens de verloving. Nee, was echt helemaal daarvoor. Nee, jongens, papa doet dat soort dingen niet. Nee. Kunnen we verder gaan? Dat jij zo'n verknipt gezin komt, betekent dat niet dat mijn kinderen hier last van moeten hebben. Ja, en dan gaan we door, want het is tijd voor excuses. Ja, prachtig. Aan wie zou jij allemaal je excuses willen aanbieden? Nou, eigenlijk aan niemand. Helemaal niemand? Helemaal niemand waarvan jij denkt, zou ik wel sorry tegen wil zeggen. Nee. Nee? Nee, dat zeg ik ook niet heel snel. Nee. Dat moet ik ook wel menen. Ja. Ik zeg niet sorry omdat ik sorry wil zeggen, maar dat moet ik wel menen. Maar dan?
nou ja, Nederland gaat wel excuses aanbieden. En dat werd tijd. Nederland gaat excuses aanbieden voor de slavernij. Ja, eindelijk gaat het gebeuren. Daar hebben veel mensen lang op gewacht. Het kabinet gaat binnenkort, en de koning had het al gedaan, die gaat binnenkort excuses aanbieden voor het slavernijverleden. En er komt zelfs een compensatie, wat zeg ik, 200 miljoen voor een fonds voor bewustwording van de slavernij. Oh. Ja. En ook 27 miljoen voor een museum. Ja, een kwart miljard. Nou, dat vind ik, dat is toch wel heel normaal in deze tijd. Ja. Het is allemaal niet of dat er mensen moeite hebben met hun boodschapjes te kunnen betalen of een energierekening. Dus geef gewoon maar even kwart miljard uit aan dit soort gebeuren. Maar sinds wanneer bespreken we dit soort dingen bij Roddelpaat? Ja, nee, ja. We moeten wat meer verdiepen. Oh, we gaan aan het verdiepen. Ja, we gaan verdiepen. Nou, ik zou even vertellen, ik ben er mee eens. Ja? Ja, en wij moeten onze excuses aanbieden aan die slaven. Dat is helemaal niet leuk. Dat hadden we nooit mogen doen. Het spijt ons. Is dit van katoen? Dit is onze nieuwe rollenplaat.shop. Is dit katoen? Dat denk ik wel. Nou, het is zo warm als een tering. Dat is synthetisch, man. Ja, het is lekker. Kijk eens even wat het is. Kijk eens wat het is. I'm organic, staat erin. He? Ja, dat staat er echt. I'm organic. Ja. Ik denk dat het haai is, maar organic. Dus dat is van katoen. En daar zitten wij dus in. En dat spijt mij. Ja, we zeggen slaven, maar dat zijn helemaal geen slaven. Het zijn niet eens de kleinkinderen van slaven. Het zijn het spijt me. Achter kleinkinderen van slaven. Dat ik hier zomaar leuk in een katoenen trui zit. Terwijl je achter grootvader mogelijk katoen heeft geplukt voor deze trui. Wat niet waar is, want dan zou het wel gemaakt zijn van een hele oude katoen. Maar dat maakt niet zo uit. Dus, sorry. Bied jij je excuses even aan dan? Ja, nee, ja, ik heb daar niet zoveel mee. Wij hadden vroeger ook altijd een smarte schoonmaakster en dat ging prima. Betaalden jullie die ook niet? Zat die in het hondenhok? Nee, die betaalden wij wel. Maar we gingen toen nog, toen was ik net geboren. Maar weet je wat ik nou zo raar vind? Maar, nee, maar met alle gekheid op een stokje. Ja. Wij moeten dus nu een kwart miljard betalen aan een voorlichtingscampagne. Voor iets wat eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. Waar wij helemaal niet verantwoordelijk voor zijn. En wat wij niet gedaan hebben. Maar de mensen die erover zeuren, die zijn er niet slachtoffer van. Dus die zijn niet slachtoffer. Dat is toch gek? Ja. Ja, dan zou je toch zeggen van, ja, het is heel erg. Een zwarte geschiedenis. En dan een zwarte geschiedenis bedoel ik. Een zwarte pagina in de geschiedenis. Kan je dat nog zeggen, zwarte pagina? Een page of color in de geschiedenis. Dan zijn we wel klaar, niet? Maar nu willen ze willen ook weer geld. Ja, ze willen geld, want herstelbetalingen. Ja, dus die Nederlanders, ik heb dat bestudeerd. Die gingen dan met een bootje naar de kust van Afrika. En dan had je dus de negerkoning. En die had allemaal slaven. Zat dat ook in die studie van jou? Ja, de negerkoning. En dus jij was... Hallo! En die had dus die slaven allemaal die uit het binnenland gehaald. En die verpatste die. Maar daar hebben we het dus helemaal niet over. Dus ik vind het een beetje... En de blanke slaaf, die zei, is er ook geweest. Daar hebben we het ook nooit over. Ik vind het een beetje een racistisch verhaal. Dat verhaal over slaven. Dat slaven alleen maar zwart kunnen zijn. Of kala. Ja, of kala. Dat hele gelul over die slavernij is... Dat zie je aan die Sylvana Simons in die bijeen. Is een op... stapje om honderden miljarden te eisen. En dan denk ik bij mezelf, en nu wordt het waarschijnlijk een beetje moeilijk. Dit kost ons waarschijnlijk weer een YouTube-dingetje. Nou, we mogen toch niks meer verdienen. Nee, we mogen toch niks meer verdienen. Nee. Ik ga nu iets zeggen, dat wordt niet per definitie gezien als woke. Nee. Of als politiek correct. Nee. Ik denk ook niet als links. Nee. Maar als je daar allemaal zo mee zit... He, met dat hele slavernijverleden en dat wij weg hebben gehaald uit Afrika en zo, weet je wel. Waarom ga je dan niet gewoon terug naar Afrika? Nee, ja, wat? Ja. Maar dan moet niet dat geld ook daarheen? Nou, die krijgen genoeg, hoor. Ja? Maar
als je dan zegt van ja, mijn voorouders, die zijn door jullie... God mag weten wie jullie was. Er was een klein groepje in Nederland die dat deed. Maar hierheen gehaald en het is allemaal verschrikkelijk. Oké. Okay. Een paar eeuwen geleden. Maar ik zou zeggen, pak het bootje terug naar Afrika. Je bent met het bootje gekomen, vond je niet leuk? Dat is mooi advies. Kijk de mensen thuis aan. Ja, ga met het bootje terug. Ja. Ja, dat zijn pas een uitspraken deze tijd. Nou. Ja, nee, ik ben blij dat ik in Enschede woon. Dan kom ik die mensen die boos worden hierna niet meer tegen. Pieper of Kala? Een bergen voor ze ook niet, toch? Nee, daar mogen ze niet in. Nee. Ja. Nee, maar flikker toch op. Ja. Nee, maar... ja, nee. Oh, het wordt steeds wilder. Flikker toch op. Nee, ja. Ja. Maar ja, even ja. Serieus, Dennis. Waar gaat het nou over? Wat kunnen wij er nou aan doen? Dat gaat iemand uitleggen. Ik heb hier Linda Nooitmeer van het NINC. Heet Linda nooit meer? Ja, Linda nooit. Ah, flikker toch op. Linda nooit meer. Wat, nooit meer wat? Ja, dat nooit meer slavernij, maar haar achternaam is nooit meer. Linda nooit meer. Nee, dat geloof ik niet. Ja, Linda denk, nooit meer, dat staat het toch? Ja, maar onder staat Ninze. Ik denk dat ze Linda Ninze heet van nooit meer. Nee. Hoe heet ze nou Linda nooit meer? Zo heet die vrouw. Hé, hey, je zou er godverdomme op hebben gelegen. En dan zeg je, nou, als je weer gaat, hoe heet je nou eigenlijk? Ze is het nooit meer. Dan denk je, nou, dat is ook lekker. Ja. Ik heb mijn best gedaan. Met mijn keiharde pik. Kan jij niet zeggen. Ja, zeker niet van Linda. Nee. Ja, goed. Nou, ik hou wel van een donkere vrouw. Ja? Ben je een donkere vrouw? DM mij. Maar je hebt net nog gezegd dat als ze geld wil dat ze op moet rotten. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, als je tot de dag van vandaag piept van ja, ik ben erheen gehaald, ik vind het verschrikkelijk. Wij hebben het niet gedaan. Daar konden wij niet zoveel aan doen. Maar, stel nou maar als je het heel erg vindt, dan kan je toch terug naar Afrika. Stel nou, er is een donkere vrouw. Hallo! Wat nou, hallo? Er is een donkere vrouw die vindt het heel erg. Kan ze dan wel eerst langs jou of direct terug? Oh, ze komt altijd eerst even nemen. Ja, en dan alsnog terug. Ja, jij krijgt een beetje de uitspraak van mijn vader. Nou, nee. Ja, ik doe het een stuk genuanceerder. Ja? Mijn vader, die keek... Ja, ik spreek hem bij jou. Dus, dat oh, jullie zijn wel goed? Ja. Oh, leuk. Ja, dus en toen was ik bij hem gekeken. Nee, doe het maar niet. Nee, maar het viel heel erg mee. Nee, het wordt gelijk zo racistisch. Toen was die vrouw toevallig op tv. Dus, en helemaal niks racistisch. Hij keek er gewoon... pakt hij de seppen. Dreurt die kankerzooi. Nou ja, dat denk ik toch, ja. Nou ja. En zo, dat bedoelde ik dus niet. Ik dacht even op. Zullen we nu naar Linda gaan? Linda en een partner van haar gaan nu het verhaal doen. Ik heb het zo warm in die cartoon. Het is het begin. Want uiteindelijk gaat het ook om beleid maken. Uiteindelijk gaat het erom dat ervoor gezorgd wordt dat ook de sociaal-economische positie van mensen met Afrikaanse roet in Nederland, maar zeker ook in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, dat daar iets aan verandert. Deze bedragen. Ja, ik snap dat we minuten moeten maken, maar om dat zo te doen. Het is 2022 en wij moeten iets doen aan de sociaal-economische situatie van Surinamers en zo. Vanwege het slavernijverleden van 300 jaar geleden. Linda. Nee, maar... Hè? Sociaal-economische situatie, dat ligt aan jezelf. Dat je een studie moet doen, dat je een baan moet nemen, dat je een stage moet afmaken, dat je je best moet doen op school. What the fuck is dit nou? Waarom moet ik betalen omdat dat er Surinamers in een bijstanduitkering zitten in de Bijlmer en de hele dag een beetje zitten te blowen? Moet ik voor betalen? Want er over grootmoeder was een slaaf. Waar ik helemaal niks mee te maken heb. Flikker lekker op. Nou, nu de volgende. Wat moet die? Ja, dat is haar partner. Maar dat geld moest ook die kant op, hè? Naar Suriname. Zijn niet de bedragen waaraan wij denken wanneer wij... Oh, het zijn niet de bedragen waaraan wij denken. Wij willen geen 230 miljoen. Wij willen 230 miljard per persoon en 28 kilo kip. Ja, flikker op. Nu kan niet. Nee, nu wordt het weer onnodig, zeg maar, opruimd. Ja, dit is waar YouTube het over heeft met ons, hè? Okay. Precies wat die kan. Zonder die kip, maar van de rest wel. Zul je de rest van zijn verhaal horen? Hey, flikker op, man. Hij heeft nog zoveel te vertellen, hè? Ja, joh, ik heb dit ook heel veel te vertellen. Dit is de partner van Linda nooit meer. Ja, en hoe heet hij liever wel? Wij denken en beseferen wat de materiële en immateriële schade van de slavernij is geweest. Want dan kom je dus op cijfers als miljarden. En daar willen wij dus over praten. Is goed. Met vertegenwoordigers.
ik wil er best over praten, vriend. Gaat niet gebeuren. Nou, mooi. Kunnen we door. Ja. Maar denk je dat het niet gaat gebeuren? Nou, als dit kabinet aan het bewind blijft wel. Ja. Dan wel. Ja. Maar die blijft niet aan het bewind. Nee. Dus dan niet. Nee. Sodemiet het op, man. Wat een gezeik. Wat een gelul, man. Och, daar zit de katoen... De trui is wel heel warm. Ja, dan moet die man nog voor compenseren. Ja, dan moet hij mij voor compenseren. Nou goed, vertel. De commands? Ja. Ja, die kunnen waarschijnlijk niet. Heb je vader een command geschreven? Nee. Ja, de command is van de Patriot. Oh. En commands, even aankomen. Dit zijn de commands. We gaan nu naar de commands. Ja, en als het commands over dit onderwerp gaat, dan voel jij je natuurlijk best lang. Want de command is van Patriot. En Patriot zegt Suriname en de Antillen uit het Koninkrijk der Nederland gooien. Ja, dat is gelul. Suriname is er al uit. Ja? Ja, dit is gewoon, die heeft bij jou op school gezeten. Nou, ga door. Nou. Niet half of via een of andere debiele constructie, maar gewoon dumpen. 150 jaar geleden had je er tenminste nog wat aan. Tegenwoordig kosten die corrupte landen alleen maar geld. Ja, dat klopt gewoon. Dit klopt geschiedkundig en geografisch klopt dit dus niet. Suriname is onafhankelijk en de Antillen bestaan eigenlijk ook niet. Er zitten alleen maar wat gemeentes bij. Overigens ben ik wel voorstander van die eilanden te dumpen aan de andere kant van de wereld. Wat de fuck hebben we daar nou mee te maken? Ja, daar ben ik wel mee. Grapje. Ik ken nog wel een anekdote. Ach nee. Ja. Doe het maar niet, toch? Niet je vader hoort. Ja. Nee, hou nou even je mond. Nee, maar het wordt zo racistisch iedere keer. Nee, dat is de reden waarom wij niet geaccepteerd worden. Oké. Okay. Het is niet racistisch. Ik was met mijn vader, moeder en mijn zusje naar Curaçao. We waren op vakantie. Wat? Ja, die gaat... Ja, ga door. Ja. Nou, en toen op een gegeven moment, toen hebben wij een auto gehuurd. Ja. En die auto's die worden daar met regenwater schoongemaakt. Daar. Ja. Hoe heet die grote stad daar ook alweer? Johannesstad, Willemstad. Ja, Willemstad. Oranjestad. Ja, nou, daar waren we dus al. En we hadden al besloten, na een dag, hier gaan we nooit meer naartoe. Maar goed, je moet dan toch wel de vakantie afmaken. En op een gegeven moment komt er dus een man met regenwater. Kwam terug naar de auto. Die had die auto met regenwater schoongemaakt. Ja. Nou, prima. Nou, en toen op een gegeven moment zei mijn vader, wat ben je aan het doen? En toen zegt hij, maar maak je auto schoon. Hij zegt, dat wil ik niet. Ik wil dat je met je tengels van mijn auto afblijft. Nou, ja. En toen zei, wou die man geld. Ja. En toen zei die mama, dan ga ik jou pijn doen. En toen zei mijn vader, want die zei tegen hem, half Engels, half Nederlands. Ja. Penisveen. Nou, penisveen. Ja. Ja. En toen heeft uiteindelijk mijn vader, hè, en daar zijn we allemaal getuigen van geweest, die man in elkaar geslagen. Nou, dat... Echt? Ja. Is echt gebeurd? Ja. Ja, want die man wou per se geld. Ja, maar nou, en dat is toch iedere keer, je bent echt, dat word je verschrikkelijk, zo'n gewelddadige vader. Hij heeft mijn vingers proberen om te draaien. Die man is niet goed, hoor. Nee. Hij is gewoon niet goed. Hij had zomaar die auto smerig gemaakt. Ja, dan gaat hij niet over vechten. Hé, ik ga even pissen. Ja? Ja. Nou ja, ga jij maar plassen. Oh. Gaan we door, gaan we naar het Songfestival. Vorige week hebben wij met, trots bekendgemaakt. Wie Nederland gaan. Oh, die verschrikkelijke aanstellende figuren. Wat een aanstellers. Ugh. Alles wat er mis is in deze maatschappij komt terug in deze twee treurige types. Nou, maar ga door. Wat wij zeggen? Ja. Mia Nicolai en... Een langharige nicht. Die gaan Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival. Nou ja, goed. Maar er zijn deze week beeld. Allereerst was er een verhaal uitgelekt dat zij al maanden wist dat zij naar het Songfestival ging. Ja, terwijl de rest dacht dat ze nog mee kon. Nee, maar dat alles is... Dames en heren, jongens en meisjes. Alles is in Nederland doorgestoken kaart en corrupt. Nou, kom op. Ja, alles is doorgestoken kaart. Je weet het, we hebben het zelf met televisier ook gehad. Als ze je niet leuk vinden, word je uit de publieksprijs geflikkerd. Ze laten mensen winnen die moeten winnen. Dus met dit ook. Het is allemaal, alles is voorgeproduceerd. Deze mensen wisten een half jaar geleden al dat zij het zouden worden. En al de andere mensen doen dan voor Jan Joker mee om het een zogenaamde competitie te laten lijken. Het is schandalig. Ja? Schande. Ja, schandalig. En nu zijn er ook nog beelden uitgewerkt van een interview van Mia Nicolai. Of een interview, wat het ook was. Een verhaaltje waarin zij vertelde hoe zij naar Nederland kijkt. Nou, laat zien. Daar komt. I feel like I've always known that I didn't want to live in Amsterdam. I didn't want to live in Holland. I always felt like I belonged to the world and not to just one place. And when I was 18, I ended up traveling. I went to New York by myself. And I ended up going there every summer. New York was like
my place. That's where I wanted to be. And I was always so depressed when I had to go back because my visa was running out. And then I would just like survive another 9 months in Amsterdam and make money to spend it all in 3 months in New York. Nou ja. En dat vertegenwoordigt ons land dus. Ja, ja. Die vindt ons land dus kut. Ja. Die vindt ons land kut. Ja. Die zegt van, luister, ik vind het gewoon een scheidland. Ja. Wat een scheidland is dat. Ja. Ik zit liever in New York dan in het scheidland. Ja. En nu zingen voor ons scheidland. Ja. Maar dat is het probleem met al die klootzakken. Met al dat woke en allemaal dat gedoe en allemaal, ik ben een wereldburger. Oh, ik ben een wereldburger. Oh, ik ben een wereldburger. Waarom ga je dan niet in Noord-Korea zitten, Mia? Als ik even vragen mag. Nee, ze wonen in New York. Ja, wereldburgers willen altijd in de leukste plekjes van de wereld zitten. Ja, dan ben je toch een wereldburger? Ja, dan ben je een cherrypicker. Cherrypicker. Is New York zo leuk dan? Ja, hartstikke leuk. Ja, wat dan? Nou, ik ben er wel eens geweest. Ja? Vertel. Ik vind het een prachtige stad. Kun je lekker eten ook. Ja? Heel veel lekkere dingen. Met wie? Met wie? Ja, met wie ben je daar? Met wie ik daarheen ga. Hoe bedoel je met wie? Ja, met wie ben je in New York geweest? Dat is ik ben met mijn werk bij New York geweest. Met welk werk? Ben je in de nieuwsradio? Ja? Jazeker. Oh, dat was een mooie tijd. Jazeker. Daar zat ik toen met de verkiezingen van Obama. Ja? Ja. Mocht jij verslag van doen? Ja, daar was ik bij. In het team. Oké. Ja. Oké, nee, ja. Nou, leuk. Wat? Ja, nee, ja, leuk. Ja, Mia is het ook graag. Ik ga met mijn dochter naar New York. Wanneer? Als ze 16 wordt. Leuk. Ja. Dat duurt nog 2 jaar. Dat klopt. Waarom ga je dan specifiek naar New York? Omdat wij dat willen samen. Oké. Sweet 16. Gaan we daar vieren. Sweet 16? Ja, maar hou je geen Sweet 16 feestje dan? Dat hoor je altijd, hè? Dan komt ze daar met kaartjes. En dan... Nee. Nee, dat doen we niet. Oh. Nee. Ik was laatst op iemands Sweet 16. Ach, Jezus Christus. Ja. Ah, joh, nee. Ja. Als wat? Ja, dat was zo'n meisje die Erik ontmoette. Die zei, nou, dat is dan ziekelijk, man. Je bent echt ziek. Je bent gewoon ziek. Je bent een zieke man. Ja. Je gaat naar iemands Sweet 16 feestje. Ik vind dat de leukste. Dat is de leeftijd van mijn kind, joh, idioot. Nee, jouw kind is 14. Jezus Christus. Dat was ook gewoon een goede bekende. En dan ga je naar dat soort feestjes. Ja, associeert. En wat ga je daar dan doen? Nou ja, dat was leuk. Dat was punch. Nou, hadden we nooit gehad. Dat is ook niks voor mij, overigens. Maar dat en nou, dat werd gekookt. En ja, nou ja, goed. Er waren ook wel een paar briezers. Maar ja, die dronken ze daar dan. En ja, dat was leuk. Dus bij deze... En dan ben jij daar de grote jongen? Nee. Op een Sweet 16 feestje. Ja, ik was wel de oudste jongen. Ja, dat is niet zo gek, ja. Ja, nee, maar ik was gewoon als vriend de gast. Als vriend van dat meisje? Ja, gewoon een bekende. Hoe kun je nou bevriend zijn? Je bent 30 met een meisje van 15. 27. Nou ja. En 15. 16. Dus de hele TBS-kliniek zit vol bij mensen met dat soort verhalen. Ja, dat is echt serieus. Ja, nee, ik ben gewoon bevriend met haar geweest. En ja, toen trok ik haar van de fiets. En ja, toen viel zo mijn piemel, ja, die was toen een keer hard, medisch slap door de medicatie. Zo viel zo tegen eraan en ja, nu zegt ze dat ze misbruikt is. Het klinkt een beetje als een verhaal van iemand die ik ooit heb ontmoet en weer op de foto heb gestaan, maar dat is niet. Weet je nog wie ik bedoel? Nee. Jos. DJ Jos? Nee, andere Jos. Oh, die. Ja. Jos B. Ja, nee, daar gaan we niet meer over hebben. Nee, maar dat heeft, heeft ons heel veel gedoe. Ja, precies. Maar organiseert u een Sweet 16? Ik kom. Dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het is gewoon smerig. Ja, nee. Dat is gewoon vies. Jij associeert dat. Ik vind het leuke feesten. Je hebt ook van die... Nee, ik ben ook wel eens uitgenodigd. Je hebt zeg maar op 21 heb je van die dinners. Dat vind ik niks. En, nee, die zijn niet wijven te oud voor je. Nee, dat is... Dat vind ik gewoon niks aan. Je moet het wel lekker lossen. En dat is bij Sweet 16 altijd. En je hebt ook nog... Als er toch ouders zijn die jou uitnodigen voor hun Sweet 16, wie weet het? Sweet 16. Six sweet. Dat jij te beroerd bent om die thuis te organiseren over 2 jaar. Maar dat is echt superleuk. Dat is echt heel leuk. Je hebt ook van die feestjes, hoe heet het nog weer? Wordt er met zo'n kanon geschoten. Ja, dat die met een Sweet 16 feestje geven en de Dennis Schout uitnodigen. Dat is toch verschrikkelijk. Gaat het niet? Nou, ik was laatst ook op zo'n volleybalfeest, op zo'n volleybalteam. Echt? Ja. Dat was allemaal hartstikke leuk. En die waren allemaal 18, 19. Maar iets anders. Had ook laatst ook zo'n ander. Een gender reveal party. Ook leuk. Ja, ben je daar wel eens geweest? Nee. Er wordt taart aangesneden. Of er wordt met confetti geschoten. Roze of blauw is dan de vraag. En dan weten ze wat geslacht is. Oké. Okay. Heb jij nooit gehad zo'n gender reveal party? Nee. Nee, maar en wat was het? Roze. Oh. Ja. Ja, nee, over 18 jaar kansen.
Ja. En nog 3 maanden overigens. Ja. Ja, goed. Maar goed, eerst de Sweet 16 weer daarvan. Hè. Dat is dan vaak op volgens. Want hoe ik het wil doen, ik wil eigenlijk eerst een gender reveal hebben van iemand. Om dan 16 jaar later naar de Sweet 16 te gaan. En dan weer 5 later naar 21 dinner. Ah ja, goed. Goed. Ja, je bent niet goed. En dan is er nog een reactie. En dan gaan we naar de... Ja, de commands. Dat is de laatste week. We gaan nu naar de commands. Ja. Geniet er maar van. Het gaat over dat Samir Nicola. Jij mag het voorlezen. Ja. Het gewoon nee. Voorlezen. Nee, dat doe ik niet. Ja. Ja, dit is jouw rubriek. Fuck it, waar. Ja. Ja, nee, ik doe het niet. Dan lees je alleen voor wie het zegt. Marcel Schouten. Nou. Ja, ik doe het niet meer. Echt niet? Schrikkelijk. Het gaat dus over die Mia. Doe maar niet. Niet? Nee, ik heb het gelezen. Nee. Nee, deze command die schrappen we. Ja. Ja, dit is te erg. Ja. Nee, dat gaat niet goed. Nee, echt niet? Nee, dat kan niet. Je ziet hem hier achter wel. Nee. Ja, ook niet? Nee. Wat is er dan mis mee dan? Nou ah, ja, het had wel gekund. Het is dat ik weet dat hij niet op die site komt, maar het had gekund. Ja, ja, maar we zijn er niet trots op. We gaan verder. We gaan naar de reclame. Ja, ja. Kom maar. Reclameblokje. Ja, dan gaan we toch nog heel even terug naar de boodschap van YouTube. Hè? Want YouTube stuurde... Wil je weer inkomsten? Ja, en daarop was het antwoord. Je krijgt geen inkomsten, want jullie zijn opruiend, denigerend. Jullie zetten aan tot geweld en haat. Met name op basis van beschermde kenmerken. En dat is nogal wat. Ja, pittig. En dus dat zegt dat wij geen geld mogen krijgen. Dat zegt, hè, we zitten hier nou in dit super deluxe kantoor. voorzien van allerlei alarmgeluiden van buitenkant. En een temperatuur van 28 graden. Ja, het is wel verschrikkelijk heet. Ja, het is heel warm. Ja. Maar we mogen dus, u ziet wederom geen advertenties, we mogen dus weer niks krijgen. Want wij zetten aan tot geweld. En ik zag ze net buiten ook vechten. Hè. Wij kwamen hier aanlopen. Dus zie je direct dat hier mensen elkaar op de bek slaan. Ja, Amersfoort was een vredelievend stadje totdat wij hier kwamen. En het is één grote burgeroorlog hier. Wij zetten namelijk vreselijk aan tot geweld. Maar wat er gebeurt is dus dat we geen poen krijgen van YouTube. Dus we moeten het aan jullie vragen. Ja, dat is ja, precies. Dus we willen heel graag ondanks deze donkere periode het programma kunnen voortzetten. En we overdrijven niet als we spreken van een noodsituatie. Oeh, oeh, ah, 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 ah. Noodsituatie, ah, 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 oeh. Ja, we zitten op dit moment in moeilijke tijden. Alles loopt terug voor alles en iedereen. En daarom smeken we u voor een kleine donatie! En dat is niet voor niks. Dennis krijgt ook aanstaande vrijdag nieuw plastic haar in zijn voorhoofd. Ja, maar daar hoef ik niet voor te betalen hoor. Krijg je gratis? Ja. Salman Kliniek, waarom ga jij er niet een keer in? Ik krijg dat tering. Rolpraat.backbeer.org. Rolpraat.backbeer.org. Help ons, steun ons. 5 eurotjes per maand. Zodat we dit programma kunnen maken. En dat zou zo fijn zijn. En omdat we niet lullig willen zijn, ja, willen we ook iets terug doen. Een geste. Wat doen we namelijk? Alles wat we overhouden van de opnames, dan stoppen we op het in een balletje. En dat gooien we zo donderdagavond in je doosje. Omdat we blij zijn dat jullie dit programma mogelijk weten te maken. En doe dat als je dat nog niet doet. Want je kan wel kijken, maar zonder donateurs houdt het dus op, hè. Dan stoppen we ermee. Dat zou je toch ook niet willen? Nee. Was het dan 5 euro per maand? Weet je wat vind je tegenwoordig? Een kop thee kost 5 euro. Dat is wel waar. Wordt duur, hè? Wordt heel duur. En nee, extra ziet u een parabool meelopen met de temperatuur die hier stijgt. Een parabool? Ja, een parabool. Ken je dat niet? Ja, maar wat heeft er nou met... Parabool is zo'n grafiek. Wat is een parabool? Grafiek? Nee, wat is een parabool? Ja, wat is een parabool dan? Ach, joh, dit heeft die grafiek van jou is toch geen parabool? Wat is een parabool dan? Nee, weet ik veel. Je weet het niet, hè? Nee, ik weet niet wat dat is. Kijk, iedereen die kijkt en enigszins opgeleid is, die denkt, ja, een parabool. Dat heeft niks met... Totaal niet. Nou, je vertel maar. Ja, het heeft totaal niets te maken met wat jij zegt. Wat is het dan? Het is jou te ingewikkeld. Nee, het is mij niet te ingewikkeld. Ik dacht al gelijk dat je uit je nek ouwe hoorde. En jou hoor, jullie ouwe hoorde uit je nek.
Een parabool van een Grieks, nou ja, Grieks woord, vergelijken grondbetekenis en een worp erlangs, naast worp, is een vlakke tweede graads kromme die de meetkundige plaats is van punten met dezelfde afstand tot de gegeven lijn, de richtlijn en de gegeven punten, het brandpunt. Oftewel... Nou, daar zijn we bijna. Zo, waarom is die? Ja, het is wel tering heet. Dat geef ik eerlijk toe. Maar dit is geen parabool. Het is gewoon een parabool. Nee, maar je loopt dat je... Nee, niet zo snugger uit de hoek en dan heb je direct... Nee, maar jij... Ik, ja, nee, goed. Ja, nee, je komt even... Ga door. Als ga door. Ga maar door. Glazen. Goed. Dan gaan we door en dan gaan we naar... Het stuk door collectief. Ja. Het ja, fantastisch... Nee, we gaan naar onze trui. Oh. Ja. Blauw en rood deze week op de rij. We zijn erg trots op onze nieuwe truien met Fashion Lines. En vroeger hebben we u wel eens teleurgesteld en dat u dacht, nou, ik heb het in de wasmachine gehad, is niet meer wat. Maar tegenwoordig hebben wij andere truien die blijven mooi met wassen. Niet goed, geld terug. Fantastische katoen. Ja. Geplukt. Door mensen die flink gecompenseerd gaan worden de komende jaren. Wou ik zeggen. Ja, precies. Dat is dat. Zie dat in roddelpraat.shop. Meer voelen. Ja, wat moet ik nou zien dan? Ja, en bent u niet gespierd en wilt u toch heel gespierd voor de dag komen? U ziet het, kan allemaal. Dan gaan we nu wel... Stukendoorscollectief.nl voor de verbouw, verdoorbouw, aanbouw, bouw, badkamer, keuken, tegels, zwembad, winterstalling. Verven, maar ook voor telefoongesprekken en stukken. WhatsAppjes. Ja, ook stukken. Kom dat zien. Hebben we nog een aanbieding? Ja, we hebben weer een filmpje ingestuurd. Nu weer? Ja. Leuk. Een filmpje even aan het zoeken. Ja. Benieuwdheid. Ja. Die was van vorige week, man. Ja, dit is van helemaal. Oh. En ze hebben een filmpje meegestuurd. Ach, kijk, wat leuk. Kijk, heel mooi. Ja. Ja. Ja, die hadden we vorige week ook. Ja, maar het is van de maandactie. Gaan we dit elke week laten zien? Ja, in de maand november. Ja, of hij moet weer wat nieuws sturen. Hm. In de maand november... stukken van 18 euro per vierkante meter naar... 14 euro de vierkante meter. En je krijgt ook... 10% korting op de rest van al hun werkzaamheden. Dus wat je ook wil, bijvoorbeeld latex spuiten, 10% korting. Ja. Ik vind het wel leuk met een filmpje, geef ik eerlijk toe. Ja, vind je een leuk filmpje? Ja, nee, interactie, leuk. Ja, nee, ja, dat gaat allemaal heel snel. Nee, ze zijn nu sinds kort ook op TikTok. Leuk. Ja, ja. Zit jij al op TikTok? Nee. Oh, maar goed. Ja, moeten we verder nog wat kwijt? Hebben we nog meer adverteerders? Nee. Ik stuur godverdomme al die adverteerders naar jou door. Ja, maar die zijn dan uiteindelijk niet geschikt. Wilt u adverteren? Stuur dan een mail naar jan@roddelpraat.nl. Ah, je krijgt een tering. Ja, maar ik ben overspannen. Ja, dat is wel zo, maar ik stuur je dat allemaal naar jou door en niet eentje lukt? Ja, ja. Ah, je bedoelt normaal. Voor mij reageer je gewoon niet eens. Nee, daarom stuur naar... Wilt u nou echt adverteren? jan@roddelpraat.nl. Doe maar lekker. Komen we er snel uit. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Tenminste, als Dennis nog leeft. En volgende week is hij er weer bij. Floris Weijers. Ja, ja, jij zei mocht eens in de maan komen. Dus ik heb dat rondgemaakt. Floris wil niks meer met jou te maken hebben. Nee, maar heb ik alweer opgelost. Is dat weer opgelost? Ja, ja. Nee, Floris Weijers komt volgende week niet. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Tot volgende week, Floris. Hij stuurde een mailtje dat hij nooit meer met je te maken wilde hebben. Ja, heeft hij alweer sorry voor gezegd.